Hey iedereen, goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van de Kapitein Kobe Show. Ik ben Kobe van Reppelen. Voor degenen die de allereerste keer luisteren, in de Kapitein Kobe Show ga ik eigenlijk op zoek naar interessante landgenoten, interessante mensen die, als ik het zo mag zeggen, die weten waar ze mee bezig zijn. En dat gaat in alle richtingen, van topambtenaren, topsporters, topondernemers, wie of wat dan ook, die een verhaal hebben. Mannen, vrouwen, klein, groot, dik, dun, jong, oud. Ook Nederlanders gaan ook sowieso aan bod komen. En vandaag met niemand minder dan Peter Vandenbempt. Dit interview met Peter Vandenbempt was voor mij heel belangrijk om mijn idee eigenlijk te valideren. Om het dan toch in marketingtermen te zeggen. Want toen ik mijn allereerste mensen contacteerde om een gesprek mee aan te gaan, was ik eigenlijk verbaasd of liet ik mij tegenhouden door het feit dat ik absoluut geen publiek had. Ik had geen website met honderdduizenden bezoekers, geen bedrijf, wat dan ook. En ik nam contact op met Peter Vandenbempt en ik kreeg een mailtje terug van hem. En hij zei van, wel Kobe, tof idee. Ik vind u op het eerste gezicht een rare vogel, maar dat is goed, want kom maar naar hier en dan doen we een gesprek. En ik herinner mij nog heel goed hoe ik mij voelde, want dat was zoiets van, wauw, Peter Vandenbempt wil met mij in gesprek gaan, wie ben ik om Peter Vandenbempt te vragen, maar toch, in ieder geval, ik ben naar zijn thuis gegaan, daar heeft hij mij uitgenodigd, dank u Peter, en daar hebben wij een dik uur gesproken over hemzelf, natuurlijk over hemzelf, daarom interview ik hem ook, over zijn leven, over zijn carrière, en ik ben daar met een heel goed gevoel vertrokken, omdat ik voor de eerste keer zeker wist van oké, als die en die persoon eraan deelnemen, dan kan ik eigenlijk eender wie vragen. Dus Peter Vandenbempt was heel belangrijk in mijn ontdekkingsreis naar wie of wat kan ik nu eigenlijk gaan interviewen en staan ze daar wel überhaupt voor open. Terug naar het interview dan zelf. We zijn dieper ingegaan over journalistiek in het algemeen. Hoe blijft een journalist neutraal bijvoorbeeld? Zorgt huidige technologie, sociale media ervoor dat uw job gemakkelijker of moeilijker wordt? Wat zijn voor- en nadelen? We gaan ook dieper op Peter zelf in, op zijn geloofsbelevenis, op hoe hij zijn kinderen opvoedt, met welke waarden en normen, of welke waarden en normen centraal staan bij hem. We gaan dieper in op de VRT, op voetbal. Een korte vraag over de Rode Duivels, want daar wilden we niet te veel over babbelen, want daarvoor kijkt iemand maar naar Extra Time. Er zit ook een vraag in over Extra Time. En tenslotte zijn favoriete boek, of het boek dat hij iedereen aanraadt, en veel, veel meer. Ik wens u dus heel veel plezier met dit interview. Zoals altijd, check kapiteinkobe.be/Peter Vandenbempt of Peter V, dan kom je bij het artikel uit, /nieuwsbrief, als je wilt op de hoogte blijven van de laatste interviews. En ja, heel veel plezier, waar je ook luistert. Peter zit niet op sociale media, dus daar kan je hem niks laten weten. Maar denk de volgende keer maar aan hem als je naar Extra Time of iets anders kijkt. Of naar de radio luistert, uiteraard, dat moet ik ook zeggen. Heel veel plezier. Goed, Peter Vandenbempt. Goedemiddag. Bedankt. Goedemiddag. Bedankt om erbij te zijn. Fijn dat u mij hier uitnodigt om met mij in gesprek te gaan. Ik neem aan dat bijna iedereen die hier naar gaat luisteren u al kent en eigenlijk geen introductie meer nodig heeft. Misschien een vraag. Hoe zou u zelf als jobtitel beschrijven? Wel, ik omschrijf mezelf altijd als een voetbalcommentator en een journalist. Want soms verschijnt er op televisie ook analist, maar dat ben ik eigenlijk veel minder. Ik vind analisten zijn mensen die uit het voetbal komen, ex-trainers of spelers, die het spelletje toch nog veel meer doorgronden en wat tactiek en dat soort dingen betreft toch nog op een ander niveau praten dan ik. Dus ik ben in eerste instantie een voetbalcommentator, dat is wat ik het liefste doe. En natuurlijk ook journalist, omdat ik vragen stel en af en toe eens dingen onderzoek. Dus voilà. Misschien helemaal teruggaan naar het begin. Ik ken u, of ik denk dat de meeste mensen u kennen, als een vlotte, humoristische en een overtuigende commentator. Bent u zo opgegroeid? Bent u daarmee groot geworden? Ik moet wel zeggen, ik ben al van kleins af aan commentator. Je zou kunnen zeggen, ik ben al taterend ter wereld gekomen, bij wijze van spreken. Want ik geef al commentaar bij alle onnozelheden sinds ik een jaar of 6, 7, 8 ben, denk ik. En hoe ging dat dan? Ja, wij hadden thuis in de veranda een kikkertafel staan. En ik organiseerde dan een grote internationale toernooien met lottrekking en al. En dat begon dan in de 32e finales. En al die wedstrijden werden gespeeld tussen internationale topteams op mijn kikkertafel alleen. En ik gaf daar luidkeels commentaar bij. Wij hadden thuis ook Een heel oude mobilet, zoals dat heet, van mijn moeder. Dus daar croste ik mee over het erf of door de velden. En het was de periode van de grote wereldkampioenen motocross in het motocross bij de Belg, José de Kouwer en die generatie. Dus ik gaf ook daar commentaar bij. En als ik ging fietsen met mijn broer, eindigde dat altijd in een sprint natuurlijk. De laatste 200 meter van aan de meubelwinkel bij ons, wat verderop. En dus becommentarieerde ik ook altijd de sprint, waardoor ik ook verloor natuurlijk, want dat kostte toch wel wat energie. Dus ik wilde eigenlijk, het is een beetje cliché en het klinkt een beetje melig en pathetisch, maar wat ik altijd wilde doen, van toen ik een kleine jongen was, was commentator bij de radio. Weet u nog die allereerste keer dat u voor een publiek of voor vrienden sprak? Maar voor vrienden heb ik nooit commentaar gegeven. Er was wel altijd publiek als er bezoek was. En dat vonden ze zeer hilarisch. Die zaten dan in de living bij mijn ouders. Hè, en die hoorden mij dan wel kakelen. Maar de allereerste keer dat ik commentaar heb gegeven en dat er bij wijze van spreken een publiek was, ja, dan was ik ergens een jaar of 20, denk ik. En ik nam altijd deel aan een sportkamp. Dat georganiseerd werd door mijn school, waar ik ondertussen al lang weg was. En dat was een week op een groot domein in de buurt van At, in Henegouwen. En daar hadden we altijd de afsluitende veldloop. Dat was de eindcross als afsluiting van de sportweek. En daar heb ik voor het eerst op een motor gezeten. Iemand van de leiding had ook een motor bij. En daar heb ik de cross becommentarieerd, opgenomen op een cassetterecorder. En dat hebben ze dan s'avonds op het kampvuur afgespeeld. Dus als ik terugdenk, is dat denk ik de eerste keer dat er andere mensen naar mijn commentaar hebben geluisterd. Maar ik herinner mij wel nog de allereerste keer dat ik op de Vlaamse radio heb gesproken over voetbal. Dat was op een programma op Radio 2, Afgefloten heette dat. Dat was een soort verkorte versie van het vroegere Sportcafé met Luc Verschuren. En daar gaven ze altijd na 5 uur eigenlijk alle uitslagen van de lagere reeksen. En ze pikten er af en toe een wedstrijd uit. En dan mocht je 2,5 minuut een uitgeschreven tekstje voorlezen met het relaas van de wedstrijd. Mocht je dat toen al zelf schrijven? Een tekst? Ja, zeker en vast. En dus Stef Wijnals, die ik kende van op school, had mij dat gevraagd. En dus de allereerste wedstrijd waarover ik gepraat heb op de Vlaamse radio was Dessel tegen Wezel in 4e klasse C. Gezeten op een bierton in de voorraadkamer van de kantine van Dessel, waar de telefoon stond. En wanneer was dat dan? Wel, dat was in, ik denk, 94. Ja, 94. Want ik was toen ondertussen ook, ik gaf les, ik was een leraar. En ik was ondertussen correspondent ook, zo regionaal medewerker voor het Nieuwsblad, waar ik stukjes maakte over provinciaal voetbal, over triathlon, over allerlei sporten. En dus dat deed ik dan ook. En dat, ja, het was 3 of 94. En als u dan, want u zegt net dat uw allereerste opname rond uw 20e was, als u terugging en wist, ik wil voetbalcommentator worden of toch tenminste verslaggever of in de journalistiek werken, bent u dan bewust regent geworden? Nee, dat is mij al vaker gevraagd, dus waarom ik dat uiteindelijk heb gekozen, daar zou ik nu geen antwoord meer kunnen op geven. Ik denk wel, en ik weet niet of het nu anders is, maar toen echte opleidingen journalistiek waren er eigenlijk niet voorhanden. Dus mijn moeder was een onderwijzeres en wat ik eigenlijk wilde was talen leren. En de ideale combinatie zou geweest zijn Engels-Frans bijvoorbeeld. Ik heb Engels, geschiedenis, godsdienst gedaan. Je moest zo 3 vakken bij elkaar steken. Dus maar waarom ik dan uiteindelijk toch voor regentaat heb gekozen, dat weet ik niet. Want het was wel zo dat ik ervan overtuigd was, op het einde van mijn studies wil ik vooral geen les geven. Dus ik heb eerst nog 1,5 jaar in een computerfirma gewerkt. Als een soort bediende eigenlijk, een soort softwarepakketten die wij verkochten. En pas daarna ben ik een bepaalde tijd in het onderwijs gestapt, wat mij overigens zeer beviel. Maar ik was toch ik zou zeggen, geen leraar conform de gangbare normen. Dus wat dat betreft vonden de kinderen mij wellicht wel leuk, maar ik denk toch niet dat het echt geschikt was voor het onderwijs. En u staat dan in het onderwijs, hoe loopt dan de overgang van voltijds leerkracht-regent naar journalist? Ja, op het einde zal ik zeggen, ergens in het voorjaar van 95 deed ik van alles. Dus in zo'n weekend werkte ik dus voor het Nieuwsblad regionaal, dan bij Afgefloten. Ik deed ondertussen wat voor Studio Brussel, want ik had een stemproef afgelegd bij de VRT. Daar deed ik dan in de sportbrunch, wat met Lieve van Gils nog was, op zondagmiddag iets over triathlon. En voor Radio 2 werkte ik ondertussen ook, maar dat had niets met sport van doen. Dat was een programma ergens in de namiddag met Philip Pletings en Christel van Dijk nog. Daar maakte ik reportages over allerlei dingen eigenlijk. Onder meer over een tenniswedstrijd tussen Willy Sommers en een fan. Dat heb ik allemaal gedaan. Dus luisteraars hadden dat dan gewonnen. En ik moest er dan een reportage over maken, zeer geestig overigens. Willy Sommers was toen nog met Isabella A, die haar hondje bij had, herinner ik mij nog. Of een kartingwedstrijd, Gunter Neefs en een fan. Zeer leuk allemaal. Dat was maar, toen bezoldigd na de uren dan als regent? Ja, dat deed ik na mijn uur. Dat deed ik na mijn uur. Dus allemaal, ja, dus het was ik deed 3-4 jobs tegelijk, bij wijze van spreken allemaal. Maar in juni 95, dus nu 20 jaar geleden, heb ik gewoon examen gedaan. Er was een examen voor sportjournalist en ik heb mij daarvoor ingeschreven. En ik ben daar als eerste uitgekomen en dan aangenomen. Door wie was dat uitgeschreven, het examen? Door de VRT. Dus ik heb, en dat was een vrij grondig, dat is het journalistenexamen, maar dan toegespitst op sportjournalisten eigenlijk, om bij de VRT Radio, sportredactie, te gaan werken. Dus dat waren eerst een stemproef. Want dan valt al 90% af. Zoals die stemproef bij Studio Brussel? Ja, maar dus ik had al een A-attest, dus die stemproef hoefde ik niet meer te doen. Ik kwam zo in aanmerking. Dan psychotechnische proeven bij het vastwervingssecretariaat, zoals dat heette. En daarna een schriftelijke proef, allerlei dingen. En als je daar allemaal was doorgeraakt, dan wachtte het eindgesprek met de jury. Man of 10 die daar zat, onder wie natuurlijk Jan Wauters. Die dan tot op het bot ging. Hoezo? Op welke manier? Ik moet zeggen, dat was bepaald een traumatiserende ervaring. Want ik weet nog, het was de allerlaatste dag van het schooljaar. En dus het was dan eigenlijk op school oudercontact, maar veel aanvragen had ik niet. Dus ik ben die dag dus rond de middag de laatste proef gaan afleggen. En ik weet dat Jan Wauters, dat was dan toch mijn idool van al 20 jaar, en naar wie ik altijd had geluisterd en opgekeken en die ik daar dus voor het eerst in levende lijve ontmoette. En die vroeg mij uit over alle mogelijke dingen, de wereldbeker voetbal van 1950 en... Dus hij had mij op een dusdanige manier eigenlijk knock-out gemapt dat als hij zou gevraagd hebben, en hoe heet je nu eigenlijk? Ik zou het ook niet meer geweten hebben. Dus ik weet, het was het kan ik niet anders zeggen, een traumatiserende ervaring. Want ik weet nog dat ik buiten ging en gsm's bestonden nog niet. Dus naar een telefooncel ben gegaan en naar mijn vrouw heb gebeld die op het werk was. En ik zei, hopeloos, dat wordt hier niks... Dus de rest van mijn dagen zal ik voor de klas moeten staan. En dan, we hadden dan een feestje samen. Dus ik kwam 's nachts thuis, rond 1 uur of 2. En Jan Wouter stond op het antwoordapparaat om te vragen of ik eens even wilde terugbellen. En het gekke is, dat hoorde ik dan achteraf toen ik er dan werkte, dat hij eigenlijk op basis van de schriftelijke proeven en wat ik daar allemaal had geschreven, had gezegd, die moet ik hebben. Maar hij wilde wel eerst eens kijken welk vlees hij in de kuip had en mij toch eerst eens even testen, hoorde ik dan achteraf. En die test, ging die dan voornamelijk over echt kennis of over de manier van spreken? Maar nee, dat ging voornamelijk de schriftelijke proeven. Dat had te maken met teksten maken. Dan kreeg je allerlei telexen. Dan moest je daar een nieuwsbericht of een nieuwsbulletin van maken, sportbulletin van maken. Dat soort dingen, een soort verhandeling ook schrijven. Kon je 1 of 2 onderwerpen kiezen. En dus het jurygesprek, dat ging over de sportactualiteit, over radio, wat denk je daarvan? Ook een beetje in het Engels en het Frans. Maar dat is dan denk ik het enige dat ik ooit beter heb gekund dan Jan Wauters. Dat is Engels en Frans spreken. Dus dat heeft niet zo lang geduurd. En nog heel even terug naar die stemtest. Wat moet ik mij daarmee voorstellen? Ja, een stemtest is zeer interessant. Want later heb ik zelf wel een keer in de jury gezeten van een examen. Dus dan ga je gewoon zitten in een cabine. En dan krijg je een tekst om te lezen. Ja, ik krijgt een beetje voorbereidingstijd. Je moet een tekst gewoon lezen. En de voorlezen. En de bedoeling is dat je dat in algemeen Nederlands doet, liefst. Je moet eerst ook een nummer zeggen, want het gaat niet met namen, maar met nummers, om de neutraliteit te bewaren. Weet u uw nummer nog? Mijn nummer weet ik niet meer, nee. Ja, weet ik niet meer. En dus dat gaat meestal nog wel, maar je hebt dan ook een onderwerp gekregen. Je kan er kiezen uit 3 of 4. En daarover moet je dan improviseren. Je mag wel een paar trefwoorden opschrijven, maar geen tekst. En dat is natuurlijk al moeilijker voor mensen die zich moeten forceren om correct Nederlands te praten. Lukt dat meestal nog wel als ze een tekst die ze al eens hebben gezien moeten voorlezen. Maar vaak gaan ze dan bij de improvisatie. Maar het gebeurt ook dat er mensen zijn, want ik heb nooit die stemtesten zelf mee beoordeeld, dat zijn specialisten bij ons die dat doen. Maar het gebeurt dat er iemand zijn nummer zegt en dat hij zegt 75. Dan wordt er naar de rest al niet meer geluisterd. kan ik wel zeggen. Dus ik vind het niet uit. Het is zelfs meer dan 1 keer gebeurd. Mensen die stemtesten komen afleggen in onverholen Antwerps of West-Vlaams of Brabants of om het even wat. Dus vandaar dat ik zeg, als er, ik zeg maar wat, 200 aan beginnen, is het niet uitzonderlijk dat er maar 20 overblijven. En hoe heeft u dan daarvoor voorbereid voor zo'n stemtest? Ja, want het vreemde is, ik heb in mijn jeugd weinig AN gepraat. Ik ben opgevoed in het dialect. En hier in de streek is dat vrij plat, kan ik wel zeggen. Dus goed, op school en zo natuurlijk wel. Maar ik had eerst een stemtest gedaan en ik had een B-attest, zoals dat heet. Dat wil zeggen, je bent niet geslaagd, maar je zit er wel dicht tegen. Dus dan geven ze een paar dingen. Hè. De Brabantse A bijvoorbeeld is altijd een van de problemen voor Brabanders dan. Of de I, hè, de scherpe I. Dus ze hadden gezegd, kijk, 3 of 4 punten. Als je daaraan werkt, dan mag je een nieuwe proef afleggen. Dus ik ben 5 keer bij Weil en Genie Brasseur geweest, waar heel veel mensen gepasseerd zijn. En op 5 lessen was het eigenlijk in orde. Waren er woorden waar u moeilijkheden mee had? Nee, maar het heeft niet zozeer te maken met woorden. Het gaat over articulatie, het gaat over de juiste uitspraak van woorden. Eigenlijk is het alleen maar dat. En natuurlijk ook, maar daar kan je weinig aan veranderen, je stem zelf. Als je van nature een onaangename stem hebt, ja, dan moet je in de schrijvende pers terecht, vrees ik dan maar. Dus dan heeft het weinig zin, dan kan je nog zeer zuiver praten. Maar als men zegt van ja, die klankkleur zit verkeerd, of dat is onaangenaam, of dat valt niet te corrigeren, want daar houden ze wel rekening mee. Ja, oké, dan gaat het niet. Dan ben ik wel benieuwd, wat was uw eigen perceptie van uw stem? Maar ik kan je wel zeggen, mijn stem is enorm geëvolueerd. Onlangs was het 15 jaar geleden dat Anderlecht zich had geplaatst voor de tweede ronde van de Champions League. En hebben ze bij ons nog eens het archief boven gehaald. En mijn commentaar bij die wedstrijden, ja, dat lijkt wel een gepiep als je dat vergelijkt met nu. En ik was toch al 3,34. Het was niet dat ik een jonge man was van 22. Dus de stem evolueert wel ongelooflijk. Dus ik ben mijzelf niet zo bewust van mijn stem, eerlijk gezegd. Ik hoor mijzelf ook niet zo vaak bezig natuurlijk. Maar ik merk wel dat er een groot verschil is tussen een stem in de studio, hè, waar je rustig praat eigenlijk en waar ze lager lijkt dan wanneer je commentaar geeft. Dus, door de omgeving. Ja, en dat je dan geëxciteerd bent of wat meer roept of wat hoger gaat mee in het spel. Dus, maar je heeft nooit ik weet wel dat ik mijn stem zeer slecht verzorg. Dus ik kuch nogal en ik schraap nogal, wat natuurlijk zeer nefast is voor de stem. Ik doe er ook niets voor. Ik doe geen stemoefeningen. Ik drink geen drankjes met honing, dat soort toestanden. Dus ik zou het eigenlijk misschien allemaal moeten doen. Maar oké, voorlopig heb ik er weinig last van. Alleen heb ik wel gemerkt, bijvoorbeeld op het WK in Brazilië, waar het dan zeer intensief is. Daar was ik, naarmate het toernooi vorderde, verloor ik wel mijn stem eigenlijk. Wat natuurlijk een klein probleem is als je commentator bent voor de radio. Dus ik heb het nog net volgehouden tot de finale. En ze wilden nadien nog een interview bij Studio Brussel. En daar is eigenlijk nauwelijks nog wat uitgeraakt. Dus, ja. Maar u heeft dan nooit problemen gehad of stilgestaan bij Weigestemd? Toen u dan zo jong was, dacht u niet van oei, nee, ik zit misschien fout? Nee. Maar goed, al die criteria die gehanteerd worden, daar ben je op dat moment niet van bewust. Je weet niet, ja, waarover gaat het hier? Dus het enige wat ik dacht is, ik moet zo zuiver mogelijk praten natuurlijk en zo weinig mogelijk fouten maken en geen provinciale klanken formuleren om er door te geraken. En of dat dan, ja, of ik dan een mooie stem had, of een volle, of een warme, of een piepende, ja, nou, daar was ik eigenlijk niet zo mee bezig. U had net Jan Wauters aan. Waren er nog andere rolmodellen of mensen waarnaar u zelf spiegelde of van wilde leren? Voor mij is dat de enige. Dus ik zeg altijd, alles wat ik ben en kan en geleerd heb ik van Jan Wauters geleerd. Wat maakte hem zo uniek? Ja, hij heeft ook gewerkt in een tijd dat de radio het medium was voor de sportverslaggeving. Nu zijn wij natuurlijk maar een secundair, misschien zelfs tertiair medium. Omdat, ja, uiteraard, alles is op televisie. Alles is op televisie. En dat was toen niet het geval natuurlijk, 30 jaar geleden zal ik maar zeggen. De Belgische competitie werd samengevat in Sportweekend. Je luisterde naar de radio om dat te volgen. Europese wedstrijden kwamen bij lange na niet allemaal op televisie, integendeel. Dus de radio was het belangrijkste medium. En alles wat nodig is om een goede radioverslaggever te zijn, dat had Jan. Hij had de stem, hij had uiteraard de kennis van de sport. Hij had een onuitputtelijke woordenschat. Hij kon spelen met de taal en met zijn stem. En dat maakte dat hij landschappen kon schilderen, bij wijze van spreken, in de radioreportage. En dat maakt het altijd ongelooflijk beklijvend. Ik vind nu nog altijd sport op de radio veel spannender dan op televisie. Dus, en ik moet toegeven, als ik kan kijken, ja, dan kijk ik natuurlijk ook. Omdat ik er meestal ook nog analyses moet van maken of moet over praten. Dus ik wil het liefst zelf gezien hebben. Maar ook nu vandaag, ondanks alle andere mogelijke manieren om voetbal te volgen of zelfs wielrennen, is het meest spannende en het meest beklijvende en het leukste om te volgen is op de radio. Als het de finale is van de Ronde van Vlaanderen en het is spannend en Christophe Vandegoor en Karel Bertelen zijn op de radio, wel, dat is voor mij 1000 keer meer beleving dan wanneer ik op televisie kijk en naar Michel Wuyts en José de Kouwer luister. Wat ze overigens uitstekend doen, daar gaat het niet over. Maar ik wil maar zeggen, de spanning die zij kunnen opbouwen en het schakelen met elkaar, ja, ik vind de radio nog altijd het mooiste medium wat dat betreft. Ik vind dat zelf voor de interviews die ik dan ook doe, super spannend, omdat een mens of een luisteraar heeft eigenlijk alleen maar de stem naar wie dat ze luisteren. Ja. En in tegenstelling tot video of tv, ja, is het aan ons of aan mij en aan de spreker om die mensen in voering te brengen en daar ook net gelijk een goed boek, een goede schrijver zorgt ervoor dat je in je hoofd mee een beeld krijgt wat eigenlijk die suspense enorm verhoogt. Want ik werk nu sinds een jaar of 4 ook voor Proximus TV en ik doe de wedstrijd uit de Champions League voor televisie samen met Gert Verheijen. En dat is ongelooflijk leuk, dat is fantastisch, de allerbeste matchen van de allerbeste ploegen, maar als het echt spannend is, ja, voel ik ook, en dat is mij op het lijf geschreven, is het toch spannender en beter en beleef ik het meer bij de radio. Omdat je daar de spanning kan opbouwen door te blijven praten en je stem te versnellen en wat hoger te gaan en iets te creëren wat nog moet gebeuren. Terwijl op televisie is het toch de bedoeling om een klein beetje afstand te nemen, niet de hele tijd te praten in elk geval. Waardoor je eigenlijk toch... De spanning is er wel, maar je neemt toch een zekere afstand. Dus ik denk dat ik toch gewoon geboren ben voor de radio. Mm-hmm. En als u dan zelf kijkt naar uw kwaliteiten of die van Jan Wauters, als u een tip mag geven aan een jonge sportjournalist of aan iemand met dezelfde ambities als u, is er iets specifieks waarop of stel ik ben vader, ik heb een zoon van 12, hoe begeleid ik zo iemand? Dat is misschien een brede vraag. Ja, maar ik denk dat de basis van alles is een goede opleiding. Gisteren sprak mij ook nog een vader aan. Zijn zoon is ook helemaal gek van sport. Kent er veel van. Kent alle veldrijders en voetballers. Maar hij zei, hij doet het niet zo goed op school. Ik zeg hem dan dat ik gezegd heb dat hij eerst naar school moet gaan. En dan pas daarna de rest. Want een goede vorming en een goede basis, en wat het ook is, maakt niet uit. Welke richting het dan precies is toch belangrijk. Bijvoorbeeld Guy Polspoel, die het toch gemaakt heeft in de journalistiek. Eerst in de politiek, later in de voetbalverslaggeving. Ja, als ik me niet vergis, was dat een burgerlijk ingenieur architectuur. Dus gerichte studies heeft hij bij wijze van spreken ook niet gedaan. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, en ik heb de indruk dat boet een beetje aan belang in, en dat vind ik jammer, is wel een zeer goede kennis van correct Nederlands. Dus ik vind wel, als je op televisie of op de radio praat, als journalist, of zelfs als presentator, moet het toch in correct Nederlands zijn. En het is een misvatting dat als je wil beleving in een verslag steken, als je wil meeleven, als je geëxciteerd bent, dat je dan moet ongecontroleerd liggen roepen. Dus dat is een misvatting. Je kan toch beleving brengen, spanning brengen, emotie brengen in een verslag in correct Nederlands. En om het onbescheiden te zeggen, ik doe dat altijd. Ik begin niet plots te krijsen, want dat is voor supporters op de tribune. Dus wat je zeker moet hebben als je in de sprekende journalistiek gaat, zal ik maar zeggen, in tegenstelling tot de schrijvende, is een goede beheersing van de taal. En wat ik ook belangrijk vind, en daar verbaas ik mij dikwijls over, is als je wil beginnen als sportjournalist, moet je toch een grote kennis hebben van de sportgeschiedenis, denk ik dan maar. Ja, en dan, die ontbreekt? Ik heb al geweten dat er mensen zijn die examen komen afleggen om dus bij de sportredactie van de radio te werken en die Jan Wauters niet kennen. Mm-hmm. Ja, dat begrijp ik niet zo best. Het is natuurlijk zo, hij is al een tijd gestopt, dus het zou kunnen dat je hem niet meer hebt gehoord. Maar als je gemotiveerd bent om een goed examen af te leggen, dan zou ik in elk geval toch eens goed opzoeken en goed mij voorbereiden van wat is dat radio, wat is dat geweest in de geschiedenis, wie heeft daar gewerkt, wie waren de grote figuren. Dus dan heb je bij mij toch al zeer slechte punten gescoord, eerlijk gezegd. Dus een correcte beheersing van de Nederlandse taal, een brede opleiding en ken uw geschiedenis. Ja, en vooral gepassioneerd zijn. Grote honger hebben naar kennis. Ik ken collega's die op een vrije dag geen krant lezen. Ja, dan is er wel iets mis natuurlijk. Want je kan... er zijn vele beroepen, maar zeker ook journalist of sportjournalist. Ja, dat ben je natuurlijk 7 dagen per week. Zo eenvoudig is het. 1, omdat ik vind dat dat beroep dat vereist, maar misschien in eerste instantie omdat je toch geïnteresseerd bent. Ik kan mij niet voorstellen dat ik op een dag 's morgens opsta, wegwandel of in de zetel ga zitten of buiten ga. En niet weet wat er in de kranten staat. Omdat ik het moet weten, maar in eerste instantie omdat ik het ook wil weten. Omdat het mij interesseert. Omdat ik dan denk, is er nieuws in het voetbal? Is er wat gebeurd? Heb ik wat gemist? Dus die gezonde nieuwsgierigheid lijkt mij nodig. En die gezonde drive, denk ik, is ook nodig om zo'n veeleisende job, die toch een enorme impact heeft op je sociaal leven ook, op je gezinsleven, om die te kunnen blijven doen. Want anders gaat het niet, denk ik. En trekt u dat dan breder als alleen voetbal? Als u zegt, ja, ik ben eigenlijk 24/7 geïnteresseerd in actualiteit, in nieuws, in sport. Blijft u specifiek bij voetbal of trekt u het breder? Nee, dus ik heb in het begin van mijn carrière bij de radio allerlei sporten gedaan. Iedereen begon bij ons toen met volleybal, tafeltennis en Formule 1. Bij ons bedoelt u de BRT? Ja, de sportredactie van de radio. Ja. Sportredactie van de radio. En ik heb ook 8 jaar Radio Tour gepresenteerd in de zomer. Dat lijkt al een eeuwigheid geleden, want de laatste keer was in 2003. Maar hoewel ik geen wielerspecialist ben, verre van, maar dat interesseerde mij wel. Maar oké, de laatste 10 jaar, zeker 10, 12 jaar, ben ik nu wel zeer geënt op het voetbal. En er komt elke dag zoveel informatie op je af. Want ik probeer toch ook een paar buitenlandse kranten te lezen. dat het zich toch in zeer, zeer grote mate eigenlijk beperkt tot het voetbal. En dat wil niet zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben in een wielerwedstrijd. Of als ze Davis Cup spelen, dat ik daar eens niet wil naar kijken. Maar voor 95% wordt mijn tijd toch in beslag genomen door het voetbal. Welke kranten lees je dan? Buitenlandse kranten? Ik lees elke dag het laatste nieuws, het Nieuwsblad. En het Belang van Limburg, Le Soir en La Dernière Heure. Niet helemaal, voor alle duidelijkheid, maar het voetbal erin. Hè? Het voetbal erin. En daarnaast zeer regelmatig, ja, L'Équipe lees ik. En de grote drie Engelse kranten, de Telegraph, The Guardian en The Times. En gericht is dat dan. En dat heeft vaak ook te maken met wedstrijden die ik moet doen in de Champions League. Als ik bijvoorbeeld Juventus moet doen, dan probeer ik een paar dagen La Gazzetta dello Sport te lezen. Hoewel ik geen Italiaans gestudeerd heb, dus dat is een zware opgave. Maar oké, probeer het toch een beetje. Of Marca, als het dan een Spaanse ploeg is. Of zoals vorige week Wolfsburg, dan kijk ik eens naar Bild. Maar probeer ik ook mij te worstelen door de moeilijke stukken van de Süddeutsche Zeitung en die Frankfurter Allgemeine. Ik heb 3 jaar 1 uur Duits gestudeerd, dus daar kruipt ongelooflijk veel tijd in. Maar het is wel een verrijking natuurlijk. Hè. Je moet ook buitenlandse kranten lezen, vind ik, als je met het internationale voetbal bezig bent. En ik doe dat voor alle duidelijkheid niet elke dag, maar wel gericht als het nodig is. Of als ik denk, er is een onderwerp. Zoals van de week heb ik natuurlijk alle dagen de verhalen rond Mourinho gelezen. Of vorige week rond Van Gaal, omdat ik dan een wedstrijd had van Manchester United. Of als het brandt rond de FIFA, dan weet ik waar ik moet lezen. En dan lees ik ook vaak eens de Volkskrant, omdat die ook mensen hebben die dat een beetje volgen. Dus wat dat betreft is de iPad natuurlijk de uitvinding van mijn carrière. Dus ik heb die allemaal op mijn iPad staan. Ja, u leest alles digitaal dan? Ja. Alles digitaal, dus ik zet mij 's morgens aan de ontbijttafel en je kan ze allemaal downloaden. En van sommige heb ik abonnementen, van andere kan je per dag kopen voor €1. Dus dat is geweldig. Vroeger moesten wij naar de luchthaven rijden en dan kwamen we met een kilo papier buiten die je dan moest verorberen op het vliegtuig. En nu is dat allemaal hier. Als je vertrekt heb je alles. Op de dag waarop u verslag geeft, hoe ziet zo'n typische werkdag eruit? Van 's morgens tot 's avonds? Ja, natuurlijk. Een wedstrijd uit de Belgische competitie vergt minder voorbereiding, omdat ik die ploegen bij wijze van spreken wekelijks doe. Maar als je een interland hebt, zal ik maar zeggen, of als je een internationale wedstrijd hebt, ja, dat begint meestal met, ik breng mijn kinderen naar school. Dat is rond 8:15. En dan loop ik wel eens langs in de krantenwinkel waar ik dan kranten koop, de Belgische dan, die ik heb gezegd. En ja, dan begin je een paar uur te lezen. En daarna begint de voorbereiding. Dat is dan allerlei opzoeken op het internet over de spelers, over de ploeg. Dus dat duurt al gauw een paar uur natuurlijk. Dus zo'n dag, die begint van 8:45 tot na de wedstrijd. Hè. U werkt dan van thuis uit? Ik werk altijd van thuis uit, ja. En dan vertrekt u in de namiddag, of vroeger als het op verplaatsing is. En dan komt u daaraan en dan... Gaat u naar de Kamer voor de journalisten? Of ja, dan is er inderdaad een perszaal. En vroeger in het Belgisch voetbal kon ik dan ook nog eens naar de rand van het veld gaan en een keer met de trainer praten voor de wedstrijd en zo. Maar ja, alles is wat strikter geworden nu, dus daar zijn we niet meer toegelaten, helaas. Dus blijven we in de perszaal zitten en ga ik ook wat later naar wedstrijden. En dan begint de voorbereiding, je krijgt de ploegopstelling. En dan kijk je eens wat er veranderd is en dan voilà. U bent nu 20 jaar in het vak. Ja. Is er een pensioenleeftijd voor sportcommentatoren? In principe is het de leeftijd zoals voor alle anderen natuurlijk. Maar in de media, in het algemeen, ben je natuurlijk ook afhankelijk van de bazen boven. Zolang die vinden dat je goed bent, kan je voort. En als die op een bepaalde dag vinden dat het tijd is voor iets anders, helaas is het dan voorbij. Dus daar ben ik mij zeer goed van bewust. En ik zit natuurlijk bij de radio, dat is een in C voor de bazen. Ze zullen beledigd zijn, maar onbelangrijk medium. Dus wat dat betreft kan je daar misschien wat langer meegaan dan op televisie. Maar zoals ik nu toch al... Laten we zeggen, 10 jaar werk, dat kan ik natuurlijk geen 10 jaar meer volhouden. Want dat is gewoon te intensief. Dat is te veel eisend. Dat is, dus daar moet op een of andere manier toch wat afgebouwd worden. Omdat ik, ja, wat ik zei voor Proximus, doe ik in mijn vrije tijd. Dus in plaats van op dinsdag en woensdag vrij te zijn, ja, reis ik Europa af en ga ik wedstrijden doen. Dus dat is beperkt in de tijd natuurlijk. Dat is fysiek en mogelijk ook mentaal niet vol te houden. Want ja, ik ben nu 48, bijna 49, dus dat is wel eens de periode als je van een verre verplaatsing in Brugge terugkomt 's nachts. Nou, je toch eens nadenkt over, ja, hoe gaat het nu nog gaan de volgende, ja, intussen bijna 20 jaar of 15 jaar. En ga ik dat nog 15 jaar blijven doen? Dus daar kan ik nu geen antwoord op geven. Ik weet het niet. Nu vandaag denk ik ja, want ik heb nog niets ingeboet aan drive en passie en enthousiasme. En oké, zo rond deze tijd van het jaar, kerstmis of op het einde van het seizoen, ja, dan heb ik het wel gehad. Dan heb ik er mijn buik van vol en ben ik blij dat het vakantie is. Maar ik denk dat dat voor alle mensen zo is. En tegen dat het weer begint, ben ik toch weer gretig en wil ik er toch weer aan beginnen. Maar of ik dat nog 5 of 10 of 15 jaar volhoud, dat weet ik eigenlijk niet. Maar tegelijkertijd zie ik ook geen alternatief. Ik zou ze mij vragen, wat zou je dan nog anders kunnen doen? Ja, ik zou het niet weten. En ik heb in de loop der jaren natuurlijk wel voorstellen gehad om allerlei dingen te doen. Hè. Woordvoerder of de zotste toestanden of chef sport ergens. Of, ja. Nee, dat wil ik allemaal niet doen op dit moment. En als u dan in de toekomst teruggaat, want u bent nu, als ik mij niet vergis, werkt u voor Proximus. U werkt voor de radio. U zit regelmatig in Extra Time. En schrijft u ook nog? Ik schrijf ook nog columns voor het Nieuwsblad en de Standaard en voor Voetbalmagazine. Ja. Dus als u daar in de komende jaren een bepaald ritme vindt, waarin u wel het kan volhouden, zullen we dan nog een pakweg 75-jarige Peter Vandenbempt op de radio horen? Dus ik zou graag hebben, maar ook dat kan ik helaas niet garanderen, dat als mijn tijd gekomen is, hè, op een bepaald moment, als ik weet niet wat, 60 of 65 ben en ik ben pensioengerechtigd, hoop ik dat ik het helemaal kan loslaten. En dat ik niet de drang voel, wat ik bij veel mensen zie, om toch nog te willen blijven en erin te blijven en toch nog mee te willen tellen. Dus ik hoop dat ik op dat moment kan zeggen, kijk, het is nu goed geweest, ik stop ermee. Maar helaas kan ik dat nu niet zeggen of dat zo is. En misschien val ik in een ongelooflijk zwart gat en is het snel met mij afgelopen. Dat zou natuurlijk kunnen. Want, dus daarom is het belangrijk, denk ik, dat je gaandeweg toch een klein beetje afbouwt. Mm-hmm. Als ik nu van vandaag op morgen helemaal uit het vak zou stappen, ja, dat zou natuurlijk wel een enorme krater slaan, denk ik dan maar. Maar ik denk dat het mentaal gezond is om, zoals andere mensen ook stoppen op het einde van hun carrière, om er helemaal mee op te houden. En ik denk dat het een soort, ik moet nu zien, want ik zie bevrijding zal zijn, maar toch een pak stress minder zal zijn, dat je niet meer de druk en de drang voelt om elke dag alles te moeten weten. Maar dat ik ook wel eens kan zeggen van, vandaag heb ik geen zin, of ik lees maar één krant meer. In plaats van al die anderen. Ik kan mij voorstellen dat u uw job met heel veel passie doet, maar dat er ook heel veel voor opgeofferd moet worden, heel veel vrije tijd aan moet geloven, gezinsleven, professioneel, en nu keuzes moet maken. De job die wij doen, hè, en de job zoals ik ze doe, is sociaal en familiaal natuurlijk heel zwaar. Want ik zeg altijd, ik heb aan de specifieke job, hè, die ik heb er de lusten en de lasten van. Maar mijn vrouw eigenlijk alleen de lasten. En oké, af en toe ook wel eens lusten als we een keer ergens naar een première kunnen gaan, waar we maar geraken, omdat ik dan een uitnodiging heb gekregen. Maar dat is toch minimaal. Dus ja, de realiteit is dat ik mijn carrière najaag en dat mijn vrouw daar in zeer grote mate, en mijn kinderen ook, maar oké, die zijn straks weg, dat is minder, moet voor opdraaien. En mijn vrouw heeft ook een zeer, zeer drukke baan, met zeer veel verantwoordelijkheid en heel veel stress. Dus evident is dat niet. En toen wij getrouwd zijn, was ik nog gewoon een leraar, was ik dus bij wijze van spreken, nog 3 maanden per jaar thuis. En stond het eten klaar toen zij thuis kwam van haar job. Dus evident is dat niet. En misschien zal ik mij dat over 10 jaar beklagen dat het zo is gelopen. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik denk, ja, op een bepaald moment zit je toch op een snelweg, zit je toch in een soort drive dat het moeilijk is om terug te schakelen. Want daar denk ik wel een keer over na. Ja, zou ik dat niet op een andere manier kunnen doen en minder. Maar dat is moeilijk. En los van het werk, oké, dan daarnaast heb ik niet nog eens hobby's die ook nog eens tijd vergen die ten koste gaat van mijn gezin. Oké, ik ga wel een beetje fietsen, maar dat doe ik overdag als er niemand thuis is. Dus het is niet dat ik nadien ook nog met vrienden op café ga. Dus dat doe ik in elk geval niet. Als ik niet werk, dan ben ik thuis. Maar ik werk veel, dus dat is het probleem. Ja. Dus er is wel misschien geen vaste leeftijd, maar wel een bepaald tijdperk waar je naartoe werkt en dan zegt, oké, ik denk dat het nu al stilletjes genoeg is. Ja, ik denk dat... Eerder zo dan. Ja, dus ik denk dat. Dus ik hoop dat we dan tegen die tijd nog allemaal fit en gezond zijn om wat tijd in te halen, want zo zijn er veel mensen. Dat is nu mijn geval, maar zo zijn er natuurlijk heel veel mensen die... Ja, door de specificiteit van hun werk en de vereisten, toch een zware druk leggen op hun familiaal leven. Hè? Want als het WK is in Brazilië of in Zuid-Afrika, ik zeg dat wel eens tegen collega's, dan zeggen we, ik ben nu 5 weken weg. In de examenperiode is dat dan ook nog. En de vrouw blijft achter met de kinderen. Dus evident is dat allemaal niet natuurlijk. Nee, maar tegelijkertijd denk ik er natuurlijk ook niet over na om te zeggen van oké, ik zal thuis blijven, laat maar iemand anders gaan. Ja, inderdaad. Voor iedereen lijkt dat natuurlijk wauw, Brazilië of Zuid-Afrika. Maar u bent inderdaad 5 weken van huis weg. Maar u zou het toch niet laten schieten dan, denk ik. Nee, en dat is zeker lang. Dat is zeker lang van huis. En naarmate het einde nadert, is het echt wel hoog tijd om naar huis te gaan. Alleen, zeker de eerste 4 weken van zo'n groot toernooi zijn zo intensief dat je eigenlijk geen tijd hebt om erbij stil te staan of om je familie en je kinderen te missen eigenlijk. Want dat is van 's morgens, mensen hebben daar geen idee van. Van 's morgens tot 's avonds ben je aan het werk. Er is geen ruimte voor ontspanning, omdat je verslaat zelf een wedstrijd, je moet de andere wedstrijden volgen, want de volgende match is misschien van die ploeg. Je reist. In Zuid-Afrika heb ik 17 vluchten genomen op 5 weken, met de auto gereden, treinritten. Dus het is zo intensief dat je eigenlijk alleen maar werkt en slaapt. En af en toe, als het meevalt, ook nog eens gaat eten. Dus wat dat betreft zit je in een soort roes, een soort cocon eigenlijk, waar alleen maar dat telt. En dat is ook het grote voordeel ervan dat het zich afspeelt ver van huis. Want de beslommeringen van het dagelijkse leven, namelijk de rekening van de elektriciteit en een lamp die stuk is, daar heb je dan geen last van. Het is ook alleen maar het EK of het WK. Maar een journalist van België wordt er wel rijkelijk voor verloond. Voor zo'n periode in het buitenland. Wat zeg je? Die worden er wel rijkelijk voor verloond, journalisten. Of valt dat ook niet zo goed mee? Wat dat betreft ben ik in het verkeerde land geboren. Dus nee, ik weet in Italië staan voetbaljournalisten qua aanzien in de maatschappij eigenlijk op het niveau van dokters, advocaten, dat soort dingen. En worden ze navenant ook verloond. En ook in Nederland liggen de lonen veel hoger dan bij ons. Dus ik denk, ik ben tevreden met wat ik verdien, maar om nu te zeggen dat ik daar geweldig rijk van zal worden, nee, dat is niet het geval. Mm-hmm. Als u terugkijkt op de carrière die u tot nu toe heeft gehad, is er een bepaalde periode geweest of een tijdspanne waarin u echt heel veel heeft geleerd, waarin u zegt, oké, daar in dat jaar of in dat half jaar of 5 jaar... ben ik enorm geëvolueerd als... Ja, maar in de eerste jaren dat ik er gekomen ben, want ik kwam op de redactie en ik kon eigenlijk niets. Zo eenvoudig is het. Ik had blijkbaar toch wel een soort natuurlijke aanleg en een natuurlijke journalistieke reflex. Want ik werd eigenlijk binnen de kortste keren ingeschakeld om het nieuws te maken op zaterdagavond. Wat is een journalistieke reflex? Ja, weten wat is belangrijk, wat is onbelangrijk, wat is nieuws en wat is het niet. Wat is de volgorde, wat is belangrijker dan iets anders. En op welke manier breng ik het? En de juiste deontologie ook. Namelijk, kan ik dit brengen of niet en hoe breng ik dat en is het deontologisch verantwoord? Dus die had ik dan toch wel op een of andere manier al aangeboren. Ik was ook al wat ouder. Dus bij ons komen soms jongens of meisjes binnen van 1,22. Ja, ik was toch al 27, denk ik. Dus niet meer piep. En ik had al wel wat jaren gewerkt. Dus misschien heeft dat ook wel geholpen. Maar in de eerste jaren heeft Jan Wauters was iemand zeer streng, zeer veel eisend. Maar als hij dacht dat je het wel kon maken, dan investeerde hij ook heel veel in jou. En dat heeft hij bij mij gedaan. Interviews beluisteren, zeggen, nee, je vraagt het zo, maar beter zo. Kijk, ja, nee, je laat die deur open, daar had je moeten op inpikken. Dus daarvoor is nu allemaal geen tijd meer. Er is gewoon geen tijd meer voor. Het gaat te snel, het is te veel. Voor die persoonlijke begeleiding. Ja, dat gebeurt nog wel bij ons, maar veel minder, want alles holt vooruit. Maar toen kon dat nog wel. Je deed een interview, kwamen op de redactie, we gingen zitten en we luisterden er samen naar. Dus laten we zeggen, in de eerste 3, 4, 5 jaar heb ik enorm veel geleerd. Van Jan Wouters en ook van Luc van Langenhoven, en die nu de grote basis van Sporza, maar dan eindredacteur was, of redactiesecretaris, hoe heette dat, in elk geval tweede in lijn onder Jan Wouters, was ook zo iemand uit de school van Jan Wouters, met ook de juiste journalistieke reflexen. En er was een zeer hoge standaard op de sportredactie van de radio, die toen heel hoog aangeschreven was in het journalistieke milieu eigenlijk. Hè. Met Jan Wouters, met Luc van Langenhoven, met Leo Hellemans, die daar ook nog heeft gewerkt vroeger, met Koen Meulenaar en dat soort mensen allemaal. Dus de lat lag daar ongelooflijk hoog. En het was ook keihard hoor. Er werden weinig schouderklopjes uitgedeeld daar in die periode. Dus je moest wel een beetje stevig op je benen staan. Maar goed ook dat u iets ouder was dan de gemiddelde sollicitant. Ik denk het wel. Ik zeg altijd tegen jonge mensen bij ons, ja, eigenlijk zou je ik wens jou een half jaar Jan Wauters toe. Ik weet niet of ze het allemaal zouden overleefd hebben, dat is iets anders. Maar ja, als je door de school van Jan Wauters geraakte, dan had je toch een stevige basis om je nadien verder te ontwikkelen. Maar, en van wie zou hij het dan geleerd hebben? Of wat zou hem dan zo beïnvloed hebben? Zijn leermeester was Piet Thijs, zijn voorganger. Die heb ik niet gekend, dus over hem kan ik weinig vertellen. Maar Jan Wauters, denk ik, keek op dezelfde manier op naar Piet Thijs en wilde ook absoluut bij de radio werken zoals ik later naar hem heb opgekeken en bij de radio wilde werken. Want hij vertelt altijd het verhaal dat Piet Thijs zat in de Ronde van Frankrijk en Jan Wauters had dus in de sneeuw met keitjes, of op een bergwand, met keitjes zijn naam gevormd. Piet Thijs. En dat had hij opgemerkt. En dus zo had hij zich later geïntroduceerd. Zo kwam hij dan bij Piet Thijs uiteindelijk terecht. Ja, inderdaad. En dus is Jan dan op de radio kunnen beginnen. Is er een moment, misschien terwijl dat uw verslag... aan het verslaggever waard of daarbuiten, wat u nooit meer gaat vergeten? Er zijn altijd momenten die je bij blijven natuurlijk, omdat ze markant waren in de geschiedenis van het voetbal. Maar ik zal zeggen, een van de allerstrafste emoties, niet zozeer voor mijzelf, maar die ik beleefd heb, was 2 jaar geleden met Brazilië. De manier waarop zij hun volkslied zongen, schreeuwden bijna, en daarna a cappella voortgingen. Ik had het wel gezien op de Confederations Cup op televisie, het jaar voordien deden ze dat ook al, maar op tv is dat toch nog iets anders. Maar toen ik dat dan bij de openingswedstrijd de eerste keer hoorde, dat ging door merg en been, moet ik zeggen. En nadien ook de totale ontreddering en het verdriet en de wanhoop, nadat ze dus eruit waren gegaan tegen Duitsland op een toch redelijk pijnlijke manier, was hoe voetbal daar nog de levensvreugde bepaalt eigenlijk. Ja, dat was toch redelijk ingrijpend, moet ik zeggen. Maar er zijn natuurlijk allerlei momenten waar je wel even bij stilstaat. Maar een grote ramp of een grote catastrofe of iets dergelijks heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Hè. Collega's van mij die al ouder zijn en die in Brussel waren tijdens het Heizeldrama, dat is wat anders natuurlijk. Misschien nog even terug naar Brazilië. Ik zat ook in Brazilië in 2010, toen er in Zuid-Afrika gespeeld werd. En dat is zot hoe dat daar het hele leven eigenlijk lam ligt voor een voetbalwedstrijd, hoe dat ze daar 's morgens en de dag voordien al mee bezig zijn, hoe dat ze zich daarvoor opmaken. En dat is in België ook wel, maar in de mate waarin voetbal daar verweven is met hun cultuur, daar stopt gewoon alles voor. En ja, dat is vrij indrukwekkend. Ja. Dus wij hebben hier ook, laat ik mij vertellen, geweldig meegeleefd met de Rode Duivels. En iedereen was ermee bezig. Maar ja, het is natuurlijk maar een schijntje van wat Brazilianen. Van de manier waarop Brazilianen of bij uitbreiding andere Zuid-Amerikanen dat beleven. Zo eenvoudig is het. Het is daar, het maakt deel uit van de maatschappij. Het zit diep geworteld in hun wezen eigenlijk, voetbal. En wat ik zei, het bepaalt in grote mate hun levensgeluk, helaas ook. Hè? En inderdaad, alles valt stil, alles moet ervoor wijken. Mensen geven hun laatste cent uit om er toch bij te kunnen zijn. Dat soort emoties kunnen wij ons niet voorstellen. Want oké, hier gaan we met z'n allen kijken naar een groot scherm. En ik zie dan wel een paar meisjes huilen als ze eruit liggen. Maar een uur later zijn die dan natuurlijk al vergeten en gaan ze weer over tot de orde van de dag. Dat is in Brazilië niet het geval natuurlijk. Nee, en voetbal is echt of zoals ik het toch mijn perceptie had, een echte houvast voor alle klassen van de maatschappij. Terwijl dat bij ons toch anders is. Voetbal is niet zo ingrijpend voor ons als morgen de Belgen eruit liggen of een match slecht spelen. Ja, oké, maar daar is inderdaad wel een stukje dieper. Het bepaalt hun leven. En zo zijn er in België zeker ook supporters hè, die leven in functie van hun club. Zeker wel, absoluut. Maar wel veel en veel minder, uiteraard. En voor vele heel arme mensen is voetbal misschien nog wel in de verte hun hoop om uit de miserie te geraken. Hè. Ze hopen op een carrière, of dat hun zoon een carrière kan maken. Dat ze op die manier kunnen ontsnappen uit de ellende van de favela, bij wijze van spreken. Dus wat dat betreft heeft voetbal ook wel een belangrijke functie. Mm-hmm. Even terug naar u. Zijn er bepaalde eigenschappen die aan uzelf, waar uw succes of uw mooie carrière aan toeschrijft? Bepaalde dingen die u onderscheiden van andere journalisten of commentatoren? Onderscheiden van anderen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat mijn grootste kwaliteit zelfkennis is. Dus ik weet zeer goed wat ik wel kan en vooral ook wat ik niet kan. Want er zijn anderen die mij eigenschappen toedichten of die dan een verkeerd en te positief beeld van mij hebben, wat ik niet heb, die mij, ik kan het niet in detail treden, maar functies aanbieden waarvan ik dan denk, maar nee, dat kan ik helemaal niet, daarvoor ben ik niet geschikt. Dus dat is helemaal niet het geval. En soms moeten ze mij dan wel eens overtuigen om iets te doen, bijvoorbeeld om programma te presenteren. Ik heb dat dan nooit eens gedaan, Frank Raas vervangen. Ja, daarvan hebben ze mij wel moeten overtuigen, want daar was ik ook van overtuigd dat ik dat niet kon, dat ik daar niet geschikt voor was. Ook vooral niet voor opgeleid. En het was al een week later dat het moest gebeuren. Maar ik denk dus ik ben mij goed bewust van wat ik wel kan, dus ik ben niet vals bescheiden. Maar ik weet ook wel dat er bepaalde dingen zijn die mij niet liggen, waarvoor ik niet geschikt ben en die ik dan ook niet doe. En ik denk dat dat toch de basis is, zoals in het leven zelf ook natuurlijk, een bepaalde zelfkennis. Maar voor het overige, en dat heeft zich ook ontwikkeld hè, op 20 jaar, uiteraard kan ik goed praten, wat niet onbelangrijk is. En kan ik goed mijn stem gebruiken, wat op de radio belangrijk is, namelijk moduleren, zoals Jan Wauters altijd zei, niet monotoon praten, maar wel je stem gebruiken om mensen naar de radio te zuigen door te versnellen, te vertragen, een pauze te laten, wat hoger, wat lager. En wat beeldrijke taal te gebruiken. En daarnaast heb ik ook wel een goed analytisch vermogen, dus ik kan wel naar iets kijken en inschatten wat de waarde ervan is en wat er gebeurt. En uiteraard door alle ervaring die ik heb, ook heb ik ook een gezonde argwaan ontwikkeld, denk ik. Geniet u van cynische opmerkingen of cynische verhalen? Ik kan enig cynisme is mij zeker zelf niet vreemd. En ik denk dat, uiteraard niet overdreven, maar ik denk dat een gezonde portie cynisme wel nodig is in ons vak om overeind te blijven en om te blijven functioneren in het Belgisch voetbal. En Ja, het is natuurlijk een redelijk vuile wereld waarin je moet functioneren. Het voetbal, niet alleen Belgisch, maar het voetbal in het algemeen, is niet proper. En het zit vol intriges, hypocrisie, belangenvermengingen, geschuif. En daar moet je rekening mee houden. Je wordt elke dag van de week belogen, bij wijze van spreken. En soms weet je dat je belogen wordt en soms, of meestal, misschien niet. En ik zeg altijd, als ik, en ik ben redelijk geïnformeerd, binnen bepaalde clubs of binnen het voetbal, maar als ik 10 of 20% weet van wat er zich afspeelt, zal het veel zijn. Dus daar moet je altijd goed voor ogen houden, dat je eigenlijk toch maar, als buitenstaander, want dat zijn we uiteindelijk, toch maar een deel weet van wat er gebeurt. En in vele gevallen nog het deel waarvan de anderen willen dat je het weet. Ja, je haalt dat er net aan. Neutraliteit als journalist, denk ik, is altijd een moeilijke balansoefening. Omdat je aan de ene kant natuurlijk wel de feiten en het nieuws en de interne informatie wilt hebben en daar te vriend wilt blijven, maar aan de andere kant natuurlijk ook neutraal moet blijven. Hoe moeilijk is zoiets als journalist? Dat is een moeilijke evenwichtsoefening, hè, want je kan natuurlijk niet 100% afstand houden om te oordelen of om te beoordelen en toch dingen weten. Dus je kan alleen maar aan informatie geraken als mensen je in vertrouwen nemen natuurlijk. Maar tot op heden moet ik zeggen, lukt mij dat wel. En ik denk dat het... want ja, ik beschik natuurlijk over veel meer informatie dan ik kan vertellen op de radio. Ja, zo werkt het nu eenmaal. Maar ik zal nooit informatie geven die iemand mij gegeven heeft in vertrouwen of met de boodschap dat het niet mag gezegd worden. Maar die wel belangrijk is om bepaalde dingen te kunnen inschatten. Als ik op zondag zie dat een sterspeler op de bank zit, hoewel hij niet geblesseerd is, is het toch interessant dat ik weet dat hij bijvoorbeeld tijdens de week, bij wijze van spreken, op training de kantjes er heeft afgelopen, of dat hij op stap is geweest, of ik weet niet wat. Dus dan is dat wel belangrijk, zonder dat je dat daarom kan vertellen. Maar dat helpt je wel om het juist in te schatten. Dat is wel belangrijk. Maar... ik denk dat dat wat dat betreft het interessant is dat je een zekere reputatie opbouwt of geloofwaardigheid of betrouwbaarheid. En dat probeer ik altijd. Correct zijn en betrouwbaar zijn gaat bij mij altijd ver boven een scoop hebben. Mm-hmm. Nu, u bent soms, of dat is tenminste mijn perceptie, vrij hard in uw sinusopmerkingen, of toch vrij direct, waardoor het misschien hard overkomt. Heeft u ergens een, misschien niet spijt van, maar achteraf gedacht u dat ik toch misschien anders moeten zeggen, of toch niet op die manier moeten verwoorden? Nee, ik kan me zo niet direct een voorbeeld... nee, ik vind als het correct is, mag je wel hard zijn. Denk ik. En meestal wordt dat ook wel aanvaard. Ik denk dat mensen vooral boos zijn als de informatie verkeerd is. Dat is het probleem. En als bepaalde mensen boos zijn omdat informatie naar buiten komt, maar de informatie is correct, ja, dan duurt het toch meestal niet lang. Dan is het vervelend dat het naar buiten komt, maar als ze weten dat het correct is, ja, dan hebben ze au fond eigenlijk daar niet al te veel problemen mee. Dus wat dat betreft heb ik in die 20 jaar eigenlijk weinig of geen last gehad. Alleen maar op Berwassage ben ik destijds in aanvaring gekomen. Ja, en nooit een kwade telefoon dan gekregen? Of, jawel. Misschien wel, of jawel, een heel boze... Ja, dat is wat anders. Ik heb al vaker mensen aan de lijn gehad die boos waren of ongelukkig of ontevreden. En ik zeg altijd, bel maar dat wordt dan toch altijd uitgepraat op een of andere manier. Dus ik heb niet liever dan dat mensen, in plaats van dat ze mee blijven rondlopen, mij bellen. Maar ik ben wel nog nooit iemand tegengekomen die zei dat mijn informatie verkeerd was. Dat is wat anders. Ja, en dan kan je erover discussiëren. Ja, was het dan nu nodig? Waarom nu? Maar goed, dat zijn dan persoonlijke inschattingen. Dat is dan vaak omdat de informatie hen niet uitkomt. Of omdat ze vinden dat je hen te hard hebt aangepakt. Dat is natuurlijk wat anders. Mm-hmm. Als u kijkt naar de manier waarop informatie vandaag de dag doorcijpelt, en door mediums, gelijk Twitter en sociale media in het algemeen, ten opzichte van pakweg 20 jaar geleden, toen u begon, hoe groot is de impact dat iedereen maar een stem heeft en dat iedereen maar een mening heeft voor uw job als journalist? Maar ik vind dat een zeer negatieve ontwikkeling. Ik zou bij wijze van spreken willen dat Twitter nooit had bestaan. Ik zeg altijd, alles wat nu Twitter of andere sociale media wordt verteld, dat vertelden mensen vroeger op café, aan de toog of op de trein. En dat is ook waar het thuis hoort, namelijk aan de toog, want het is vaak cafépraat, het gescheld en geroep en getier. Dus ik ben zelf iemand, ik zit niet op sociale media, kijk nooit naar Twitter, geen Facebook, geen Instagram, niet sociale media zijn mij totaal vreemd en je kan je niet voorstellen hoe comfortabel dat is. Maar je wordt er wel door beïnvloed? Nee, helemaal niet. Dus u krijgt nooit een collega die zegt, kijk eens wat die persoon hier over u zegt, dat heeft u... Dat gebeurt, ja, dat gebeurt al wel een keer, maar mijn collega's weten ondertussen dat ik dat liever niet heb. Positief en negatief, hè. Dus nee, ik word daar eigenlijk niet door beïnvloed. Ik had nu onlangs wel een incident, bij wijze van spreken. Hè. Ik had op Extra Time iets gezegd over Croiset, een speler van Leuven. En ik had gezegd, ga u anders eens informeren bij Virton wat ze daar van Croiset vinden. En iemand stuurde mij dan de tweet van Thomas Meunier door, die gezegd had, ja, meneer Vandenbempt, Croiset, tussen haakjes een Fransman, is niet opgeleid bij Virton, maar 1 jaar gespeeld. Wij Luxemburgers hebben meer respect, merci. Dus hij had niet begrepen wat ik zei. Dus hij dacht, blijkt dan achteraf, dat ik gezegd had dat hij voor mij bij Virton was. Maar meneer stuurt dan wel een tweet om mij zogezegd op mijn plaats te zetten. Dus ik heb dan eens gebeld naar de perswoordvoerder van Club Brugge om te zeggen, zeg eens tegen Thomas Meunier dat hij beter moet luisteren als hij... En inderdaad, hij had hem dan aangesproken en die had gezegd, ja, hij heeft dat wel gezegd. En want hij had dan een screenshot doorgewhatsappt gekregen van een ander en het dan niet begrepen. Dan zei hij, hier. En dan, ja, nee, dat is niet wat hij zegt. Dus dan denk ik, Thomas Meunier, hè, wees dan groot genoeg en stuur misschien een rechtzetting via uw Twitter-account. Maar dat doen ze dan natuurlijk niet. Wordt er dan gewoon afgehaald. Dus dat is zo'n voorbeeld van waar iemand iets roept. En dat zie ik al te vaak. Maar, ik zeg het nog eens, ik hou er mij verder niet mee bezig. Het wordt mij af en toe wel gevraagd om zelf ook community te creëren rond mijzelf. Hè. Dat hebben ze dan graag. Dat ik zou tweeten, kijk, ik ben nu hier en hier. Kijk, ik zit op mijn commentaarpositie, maar ik zie er het nut niet van in. Eerlijk gezegd. En misschien moet ik... Als de tsunami te groot wordt en ik toch onder druk kom te staan om het te doen, ja, moet ik er misschien mee beginnen. Maar ik zeg altijd, ik heb, om mijn mening te geven over het voetbal, heb ik 10 kanalen. Ik kan het op tv zeggen, op de radio, ik kan het in de krant schrijven, in het magazine, op de website, sporza.be. Dus ik heb geen nood om ook nog eens te tweeten of via een ander medium mijn mening te geven. En om te zeggen dat ik vanaf maandag met vakantie ben en naar het buitenland ga, ja, daar heb ik geen behoefte aan. U haalde daarnet Extra Time aan. Is Extra Time voor u een voetbalprogramma of een praatprogramma over voetbal? Wat is het verschil tussen die twee? Een voetbalprogramma waar er effectief diepgaand geanalyseerd wordt, of een praatprogramma wat toevallig over voetbal gaat, waar 4 mensen samen zitten die over voetbal veel weten, maar daar meer over praten als vrienden, met toevallig een camera en een paar microfoons, of is het echt voor u een voetbalanalyseprogramma? Voor mij is het zeker een voetbalanalyseprogramma. Ja, ik vind het... Enfin, ik ben er maar gast, dus ik heb er geen verdiensten aan het programma zelf, maar ik vind het wel een echt voetbalprogramma waar... Ja, in detail over het voetbal wordt gepraat. Zeker als je mensen als Mark de Grijze of Gert Vrij, die er niet meer is, hebt zitten die uitleggen hoe dingen gebeuren en hoe fases in elkaar zitten. Dus het is een breed praatprogramma over voetbal, maar waar toch ja, niet altijd even diep, maar toch af en toe eens diep wordt ingegaan. Bereidt u zich daar anders op voor? Als u bijvoorbeeld zo'n fragment heeft, of zit u dan 's morgens aan tafel en zegt u oké, dit lees ik in de krant of via mijn iPad, dit ga ik vanavond bijvoorbeeld eens laten zien? Er wordt een beetje overlegd. Je weet, dat is de gast. Of ze vragen, ja, welke wedstrijden bekijk jij? En dan vragen ze gewoon, ja, zijn er dingen uit die wedstrijd die jij wil tonen? En dan zeg ik, ja, dat en dat en dat wil ik graag laten zien. En dan selecteren zij die fases en dan kunnen we daarover spreken. Of ik wil het over dat onderwerp hebben of dat thema wil ik aan bod laten komen. Dus en dan kan de discussie op gang gebracht worden. Voor zover ik weet, bent u ook gelovig? Bent u eerder aan de praktische kant, waarbij uw geloof u een bepaalde houvast geeft of bepaalde waarden en normen? Of beleeft u het geloof van op het moment dat u wakker wordt tot u gaat slapen? Nee, wat dat betreft ben ik toch geworden, moet ik zeggen, veel eer passief geloof. Dus ik zou zeggen, het biedt mij een soort handleiding om zo goed mogelijk in het leven te staan. Wat met vele gebreken uiteraard. Maar het is niet zo dat ik van 's morgens tot 's avonds bezig ben met het geloof. Nee, eigenlijk helemaal niet. En naar de kerk gaan doe ik ook al lang niet meer. Dat heeft dan veel eer praktische oorzaken of redenen. Maar ik probeer aan mijn kinderen door te geven om kort samengevat een zo goed mogelijk mens te zijn. En sommige mensen doen dat vanuit het geloof en anderen vanuit een soort humanisme. Dus dat verschilt op zich niet zoveel. Maar ik maak wel een onderscheid tussen gelovig zijn en de kerk. Want met de kerk zelf heb ik weinig. Is er een bepaalde manier dan waarop u tot rust komt binnen zo'n hectische professionele omgeving? Biedt het geloof dan, of uw geloofsbeleving? Wel, de keren dat ik nog eens in een kerk zit, daar kom ik wel tot rust eigenlijk. En liefst nog alleen ook, maar ja, dat gebeurt weinig, want de kerken zijn tegenwoordig ook op slot. Omdat je niet meer met alles kan gaan lopen. Maar nee, om echt tot rust te komen heb ik ook niet echt mijn geloof nodig, eerlijk gezegd. Dus het is een klein beetje uitgedoofd, mag ik niet zeggen, maar toch een stuk minder dan, laten we zeggen, 20, 25 jaar geleden. Maar ja, op momenten dat het moeilijk is, biedt het op een of andere manier toch een soort troost eigenlijk. En het is natuurlijk volledig irreëel of irrationeel, moet ik zeggen. Maar kijk. Wat bedoelt u daarmee? Dat het irrationeel is? Ja, ik heb wel eens het grapje gemaakt, hè, als mensen zeggen van ja, er is aan het hiernamaals waar alle mensen verder leven. Ja, na 2000 jaar, waar zit al dat volk dan eigenlijk boven? Dus als je het plastisch of pragmatisch bekijkt, is het wel een beetje moeilijk natuurlijk. Maar ik weet ook mijn vrouw en mijn kinderen belijden niet bepaald het geloof, maar als ze iemand uit hun kennissenkring zien wegvallen, dan is het toch op een of andere manier een troost. Ook al denken ze daar dan niet te veel over na, maar is het toch belangrijk dat ze niet zozeer zeggen dat het is nu afgelopen, de grond in en gedaan. Of het dan rationeel is of niet. Mm-hmm. Zijn er bepaalde waarden en normen die u als vader meegeeft of probeert mee te geven? Eerlijkheid, respect probeer ik bij mijn kinderen bij te brengen en geen egoïsme. Proberen goed te zijn voor elkaar. Je mag ambitieus zijn, je mag plannen hebben, je mag goed voor jezelf zorgen, dat is belangrijk. Maar niet ten koste van anderen. Dus als mensen tegen mij zeggen dat mijn kinderen, goede mensen zijn, vind ik dat veel belangrijker dan dat ze zouden zeggen dat het intelligente kinderen zijn. Ik zou graag de twee hebben, maar ik vind in die volgorde toch belangrijk of dat ze beleefd zijn of hulpvaardig. Ik kan ervan genieten als mijn zoon zijn snoepje heeft gedeeld op de speelplaats. Of mijn vriendje had, het was koekjesdag zoals ze hebben, en hij had er geen bij en ik heb hem de 11 gegeven. Dus dat soort onnozele kleinigheid vind ik wel heel belangrijk. Daar kan ik wel van genieten. Gaat het altijd even vlot? Wellicht niet, maar dat valt nog wel redelijk mee. Of als ze attent zijn voor mijn hoogbejaarde ouders, daar kan ik wel van genieten, eerlijk gezegd. Want dat is toch niet evident voor kinderen van die leeftijd. Mijn ouders zijn diep in de 80. Dus als ze daar attent zijn of mijn moeder zegt, ah ja, Simon heeft mij goed geholpen, hij heeft van alles gedaan, of ik hoor hem vragen, meter, kan ik nog iets doen? Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja. U zegt net zelf, zorg ook voor uzelf. Bent u zelf sportief? Ik heb helaas al ondertussen dik 20 jaar een zwaar rugprobleem. Nu, het hindert mij niet te veel in het dagelijks leven, maar dus voetballen of lopen of zo kan ik helemaal niet meer. Dus ik fiets nog een beetje. Het laatste jaar is het wat minder door tijdsgebrek en door gewoon gebrek aan energie. Als je voortdurend maar holt van laten we zeggen, begin augustus tot nu, eind december, ja, dan voel ik naarmate de maanden vorderen mijn energiepeil dalen en is het moeilijk om nog op de fiets te klauteren. Maar ik ben dus een zeer, zeer lage amateurfiets en ik probeer zo... ergens tussen de 75 en de 85 kilometer wat te fietsen of wat te mountainbiken. Maar dat is dan om het hoofd eens vrij te maken en om in de buitenlucht te zijn, om gezond te zijn en om op gewicht te blijven. Maar zonder ambities, vooral duidelijk. Ik vind het wel belangrijk dat je als sportjournalist toch ook in zekere zin fit bent. Ik denk als je uitgezakt en onverzorgd en papperig een sporter moet interviewen, ik vind dat geen goed idee. Ik weet niet wat die sporter daar zelf van vindt, maar ik denk dat hij wel kan appreciëren dat hij tegenover zich een journalist heeft, ook al is het dan iemand die 2 keer zo oud is, die toch ook nog redelijk fit blijkt te zijn. Zonder dat hij daarom een of andere record gaat breken, denk ik. Ik heb nog een aantal vragen die ik iedereen stel. Ja. Om eigenlijk een beter beeld nog te krijgen. We weten enorm veel over uw achtergrond op dit moment. Heeft u een favoriete kunstvorm? En wat bedoel je met kunstvormen? Antwoorden die ik tot nu toe gekregen heb waren schilderijen, muziek, bepaalde uitingen van kunst waar u enorm van kan genieten of enorm apprecieert? Dan muziek. Maar ik heb een zeer brede smaak, maar ik kan zeer genieten, en ik ben er geen kenner van voor alle duidelijkheid, van Ierse folk. Dus ik heb een boontje voor Ierland, en nog eens, ik ben er geen kenner van, maar ik hou wel van de geschiedenis, de traditie, de pubs en de muziek die daar gemaakt wordt, in combinatie met vrouwenstemmen. Dus daar kan ik wel ongelooflijk van genieten. Dus ik was in de wolken met Ierland als tegenstander van de Belgen. Omdat ik de Ierse nationale ploeg wel wat volg via Jack Charlton en dat soort toestanden sinds 88. Dus ik ben al wel een keer naar Dublin gevlogen met mijn vrouw om naar Christy Moore te gaan luisteren in Vicker Street. U zei ook in een interview met Kobe Ilse, denk ik, dat u graag met de motor naar Ierland zou vertrekken. Is dat er ondertussen van gekomen? Ik heb wel al een motor. Maar nee, dat is er nog niet van gekomen. Dat zou ik zeker heel graag doen. Dus ik heb mij zo'n Harley Davidson gekocht, maar wel een kleintje. Dus hij is zeker niet geschikt om met mijn vrouw eigenlijk een lange tocht te maken door Ierland. Daarvoor is hij te klein. Het is toch een beetje meer een stadsbike. Maar dat zou ik zeker eens graag doen als het mooi weer is. Gewoon cruisen eigenlijk door de prachtige natuur in Ierland. Maar nee, het is er nog niet van gekomen. Als u terug kan gaan naar uw 25-jarige zelf, welke raad zou u zelf meegeven? Ik zou zeggen, probeer de komende 20 jaar het evenwicht in de gaten te houden. Het evenwicht tussen werken en privé. Die raad zou ik mezelf geven. Ik zou hem waarschijnlijk niet kunnen opvolgen. Maar dat zou ik wel doen. Wat ik daar straks heb gezegd, dat evenwicht is er natuurlijk niet. Dus het is helemaal uit balans. Dus misschien als je daarvan in het begin beter naar streeft, dat mogelijk is en makkelijker is. Maar dat zou ik mij aanraden. Verlies het evenwicht niet uit het oog. Zou je hetzelfde tegen uw pakweg 35, 40-jarige zelf ook zeggen? Ik zou mij eraan herinneren dat het niet gelukt is. En zeggen van, weet je nog wat je op je 25e had gezegd? En, het is misschien nog niet te laat, zou ik me dan, mijzelf dan zeggen. Maar zoals ik het nu zeg, maar geen oplossing vindt eigenlijk. Is er een middelbaar vak dat u zou verplichten? Ja, talen. Maar die zijn er al. Belangrijker maken. Ja, vind ik wel. Ik vind dat het de talenkennis, de kennis van het, ik zal het zo zeggen, ik vind dat de kennis van het Frans bij onze jeugd flink achteruit gaat. En in het land dat België is, vind ik dat een slechte zaak. Ik vind dat, want vroeger was de stelling altijd Franstaligen spreken geen Nederlands en de Vlaming spreekt Frans, maar die is helaas achterhaald. En wat als je dan toch zegt, welk vak zou je dan invoeren? Franse cultuur, maar dan niet uit Frankrijk, maar Franstalige, Waalse cultuur, ik zal het zo zeggen. Want dat is wat ik heb veel contact met Franstalige collega's en dat is wat ik in al die jaren wel heb gemerkt, dat is dat wij elkaar niet kennen. Zij ons niet en wij hen niet. En wij kennen hun liedjes niet, wij kennen hun comedians niet, we kennen eigenlijk hun politici ook niet, tenzij ze in de nationale politiek komen. We kennen eigenlijk hun steden niet, prachtige steden in Wallonië. Dus we zouden eigenlijk kunnen zeggen, Waalse cultuur, ken uw medeburger, lijkt mij een goed vak. Is er een grote uitdaging voor België in de komende 10 jaar? Het land bij elkaar houden en veilig houden, dat lijkt mij de grootste uitdaging. En een strijd tegen een oprukkende verzuring tegenover ik zal zeggen, vreemdelingen, mensen die van buitenaf komen. Ik denk dat wij toch op een of andere manier een evenwicht moeten zoeken om mensen die in nood zijn op te vangen. En ervoor te zorgen dat wat we nu in Brussel hebben meegemaakt, die broeihaarden waar uiteindelijk toch een soort extremisme uit ontstaat, om die aan te pakken. Wat een heel, heel moeilijke opgave is en waar ik voor alle duidelijkheid zelf ook geen oplossing kan voor bedenken. Maar ik denk dat dat wel nodig is. En ik merk bij mijn eigen kinderen nu sinds een jaar, zijn die toch op een of andere manier ongerust. En niet echt meer onbekommerd kind, zoals ze zouden moeten kunnen zijn. Vragen zij zich toch een keer af als ik naar het voetbal ga of het wel veilig is. En dat zou toch niet mogen eigenlijk. Hè. We gaan nu straks met het vliegtuig op reis. En ik merk dat mijn zoon ongerust is, terwijl hij vroeger opgewonden was als hij ging vliegen. Dus dan denk ik, dan is er toch iets fundamenteel fout. Heeft u een favoriet boek? Om nu te zeggen dat het mijn favoriete boek is, maar een van de mooiste boeken die ik heb gelezen is The Miracle of... ik moet eens zien hoe ik het zeg. The Miracle... Het gaat over een... ik zou het eens moeten bekijken, maar het gaat over een klein Italiaanse voetbalploegje dat eigenlijk gepromoveerd is naar de tweede klasse, maar in een bergdorp ergens gevestigd is. En dat dus een mirakel heeft verricht door te promoveren naar de tweede Italiaanse klasse. En het is een Amerikaanse schrijver die daar een jaar met die ploeg doorbrengt. Weet u wie? Ik zou het misschien eens moeten opzoeken, ik kan het wel eens pakken. Maar dat vind ik eigenlijk wel, het is een voetbalboek. En maar het is een soort roman eigenlijk. En het is geschreven eigenlijk vanuit het standpunt, het is de Amerika die niets van voetbal kent. Het is na het WK 94, waar voetbal in Amerika dan plots een beetje hip is geworden. En die dan ook alles uitlegt wat voetbal is. Dus als je zegt, ja, ze kregen een corner, dan zegt hij, ja, een corner is dus... Dus het is zeer geestig, maar zeer ontroerend. En ze blijven er uiteindelijk in. Dus er komen ook spelers om het leven. Dus het is een waar gebeurd verhaal, het is geen fictie. En het eindigt met een geweldige ontnuchtering, want ze waren al gered, 1 wedstrijd voor het einde. En dus... Op de laatste wedstrijd verkopen ze eigenlijk. Okay. Niet echt verkopen, maar zeggen, oké, we gaan die andere ploeg laten winnen. En dat is natuurlijk een gigantische... want ik weet, ik had, wat een dwaasheid is, toch eens, toen ik eraan begon, de laatste pagina, de laatste zin gelezen. En het was iets in de zin van, how we wished it would have ended differently. Dus ik heb het hele boek doorgedacht dat ze zouden zakken. Maar dat was het dus niet. was namelijk het conflict waar hij in discussie gaat met die Italianen die dan niet begrijpen waarom, ja, zo werkt het toch in het voetbal. Wij zijn gered en de andere ploeg had nog wat nodig, dus we hebben niet moeilijk. Hè? Weet je van welk jaar of van welke periode dat het boek is? Oké, ja. The Miracle of Castel di Sangro. Ja, ik schrijf ook altijd een artikel bij een interview. Superleuk om dan naar een boek te kunnen verwijzen. Van Peter Mayle, M-A-Y-L-E. Ik ga daar zo dadelijk nog een foto van maken. Dus het boek, de schrijver is Joe McGuinness. Hè? Dus dat is de Joe McGuinness, dat is de man die... dus die komt aan, spreekt geen Italiaans. Geen gebennedijdenwoord. Komt gewoon aangevlogen en gaat daar... wordt ook zeer argwanend bekeken en indringer eigenlijk. Dus moet zich vertrouwen winnen. En hij wordt eigenlijk een soort supporter. En, dit is eigenlijk die Peter Mayle is een soort... het is een testimonial, denk ik. Ja, dat komt uit een krant waarschijnlijk. Zeer leuk boek. Het is ook in het Engels. Het is in het Engels, ja. Ik ga u nog 2 vragen stellen om af te sluiten. Gaat het een duivelse zomer worden? Dat kan ik niet voorspellen. In elk geval, ze zijn 100% gewapend om het goed te doen op het EK. En als dat niet gebeurt, ligt het enkel aan henzelf. Maar of ze dan Europees kampioen worden, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ze hebben wel alle kwaliteiten om het goed te doen. En dan kan je in het voetbal toch door omstandigheden een keer verliezen of uitgeschakeld worden in de kwartfinale, dat is wat anders. Maar als ze het niet goed doen, is het hun eigen fout. Dan de allerlaatste vraag. U heeft morgen 30 seconden zendtijd voor een boodschap van algemeen nut. Wat vertelt u of deelt u met uw landgenoten? Goh, dat soort vragen, man. Wat wil ik daarop zeggen? Geen idee. Hè. Daar zou ik in elk geval eerst lang over nadenken als ik 30 seconden krijg. Ik weet het niet. Mag ik u een vervangvraag stellen? Ja. Als u opnieuw kon kiezen, zou u dan terug voor uw carrière in België gaan, zoals u hem tot vandaag heeft beleefd? Of zou u dan, als u kijkt naar buitenlandse collega's, toch hopen dat u misschien ergens anders was geboren? Nee. Ik ben over de hele wereld al geweest, op de fijnste plekken die je kan voorstellen. In voetbalstadions met de geweldige voetbalbeleving. Maar als ik het totaalpakket bekijk, ben ik altijd blij en heb ik heel vaak al gedacht op alle mogelijke plekken dat we nergens beter kunnen zitten dan hier in België. En dat is wat betreft levenskwaliteit, wat betreft veiligheid, al is het nu een beetje moeilijker de laatste tijd, maar ook wat betreft het voetbal. Dus als ik straks moet kiezen, dan kies ik toch gewoon hetzelfde op dezelfde plaats, zonder aarzelen. Goed, dan Peter Vandenbempt, hartelijk bedankt om meer dan een uur vrij te maken voor mij en mijn vragen. Met plezier. Ik zou u nog willen vragen, is manieren waarop iemand u kan bereiken, maar aangezien u niet op sociale media zit, is dat natuurlijk iets moeilijker. Gaat dat gewoon via de tv zijn, neem ik aan. Moest iemand een vraag aan u hebben of moest iemand u... Ik merk dat het heel gemakkelijk is om mij te bereiken. Mensen mailen mij gewoon. Dus dat schijnt niet zo moeilijk te zijn. We hebben geen ingewikkeld e-mailadres op de VRT, dus dat is vrij simpel te vinden, denk ik. Oké, prima. Hartelijk bedankt en geniet van uw vakantie. Ja, dankjewel. Voilà, dat was het gesprek met Peter Vandenbempt. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Voor meer informatie check kapiteinkobe.be/peterv of /Peter Vandenbempt. Voor meer informatie algemeen over Kapitein Kobe ga gewoon naar de website. Daar komt dan zo'n irritante pop-up, omdat ik nog geen betere manier heb gevonden om mensen te informeren. Daar kan je jezelf inschrijven. Of via de nieuwsbrief, kapiteinkobe.be/nieuwsbrief. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. En dan word je sowieso op de hoogte gehouden van de laatste artikels, wat dan ook. Ik zit natuurlijk op sociale media, Instagram en Twitter, @kapiteinkobe. En dat was het. Nog kort vermelden, volgende week is Bart Canini, Managing Director van Creno, aan de beurt. Yo!